Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Angelique Gerritsen, accountmanager van de gemeente Ede, afdeling Economische Zaken. Goedenavond, dames en heren. Vanavond weer een uitzending van Business Club Radio. En mijn gast is Angelique Gerritsen, zoals ik al zei. En wij gaan het hebben over ondernemen in Ede. Hallo. Dag, dan Jan. Hi. Kun je het verstaan? Ik kan jou verstaan. Oh, oké, goed. Ja. Kun je jezelf eens voorstellen? Ja, dat kan ik. Mijn naam is Angelique Gerritsen. Werkzaam bij de gemeente Ede als accountmanager bij economie. Geboren en getogen in Arnhem. Inmiddels woonachtig in Oosterbeek. Ik heb gestudeerd in Utrecht en Nijmegen. Ben daarna gaan werken bij een IT-bedrijf in Eindhoven als consultant. Ja. Ben vervolgens overgestapt naar een regionale ontwikkelingsmaatschappij, wat nu Oost-NV is, de ontwikkelingsmaatschappij voor Overijssel en Gelderland. Maar destijds alleen voor Gelderland. Heb daar met name buitenlandse acquisitie gedaan. Het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar de provincie Gelderland. Interessant. Ja, dat was een hele leuke baan. Veel internationaal. Mm-hmm. Ik ben daarna een aantal jaren overgestapt naar een adviesbureau in Nijmegen. Wat steden, provincies en landen adviseert over hun vestigingsklimaat. Mm-hmm. En ook weer hoe bedrijven aan te trekken naar je regio. En na een aantal jaren dat hebben gedaan, ben ik overgestapt naar gemeente Ede. En ben daar ingestroomd als beleidsadviseur op het gebied van de economie. De retailvisie gemaakt, visie op Food Valley. Ja. Logistiek, samen met de gemeente Barneveld. Ja. En in 2008 begon de gemeente met het uitgeven van bedrijventerrein A12. In de bocht van de A30, laat maar zeggen. Ja. Daarvoor kregen we ook extra formatie. En daar zat ik al met een schuin oog naar te kijken. Want het accountmanagement leek mij eigenlijk ontzettend leuk. Mm-hmm. En de gemeente Ede is wat dat betreft een hele goede werkgever. Die zagen dat ook. En heb ik de overstap gemaakt naar accountmanagement. En sindsdien ben ik accountmanager bij Team Economie. Ja. Wat leuk. Ja. Wel een indrukwekkende carrière. Want heb je dan ook veel gereisd in het verleden om bedrijven aan te trekken? Ja. In de tijd van de Gelderse ontwikkelingsmaatschappij met name veel naar Amerika gereisd. Om daar met bedrijven te spreken over vestigingen in Nederland en dan met name in Gelderland. En voor het adviesbureau met name veel in Europa. In regio's in Engeland, Italië en de Scandinavische landen. Gaat dat via beurzen of via werkbezoeken van een van de ministers of van de koning? Bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij, dat is een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland. Dus dat ging inderdaad via die ministeries en provincie. Ja. Het adviesbureau is een commercieel bureau en werft zijn eigen opdrachten bij steden, provincies en landen. Ja. Dus dat was commercieel, laat maar zeggen. Ja. 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 En dan was je een groot gedeelte van de tijd in het buitenland. Ja, ja. En waarom heb je dan, dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ja, maar waarom heb je dan voor Ede gekozen? Ja. Ja. Ja, nou, ik zal je zeggen, weet je, Jan, op een gegeven moment is daar, weet je dat ook wel? Dat is dat op een gegeven moment. Ja, dat weet ik heel goed. Ja, precies. Ik heb hetzelfde gehad. Correct. Dus het is van vliegveld naar vliegveld en dan is het, daar word je helemaal doodmoe van. Ja, ja. En dan is even privé. Ik werd ook moeder. Ja. En ik zal je eerlijk bekennen dat ik op een gegeven moment ook echt jankend boven de wiek stond. Moet weer weg. Moet weer weg. Ja, dat gaat niet werken. Nee. En op dat moment kwam de functie vrij bij de gemeente Ede. En ik kende de gemeente Ede al. En ik heb daar, had daar een hele goede indruk van. En dat was perfect. En ik ben nog steeds heel erg blij met die keuze. Ja. Dat is een hele leuke werkgever. En Ede is blij met jou, dat is duidelijk. We gaan daar straks wat meer over horen. We gaan luisteren naar het eerste plaat. Hier komt Guns N' Roses met November Rain.